Wist je dat je ook online een attest kan aanvragen, een afspraak kan maken bij het gemeentehuis of berichten kan ontvangen van de overheid? Maar hoe doe je dat? Online communiceren met de overheid. Van je gemeente tot de Vlaamse of de federale overheid. Veel communicatie met deze diensten kan nu via je smartphone, tablet of computer. Communiceren met de overheid kan op verschillende platformen, zoals mijn burgerprofiel, My E-Box of My Pension. Deze platformen gebruiken heeft heel wat voordelen. Je kan altijd en overal communiceren met de overheid. Je kiest zelf wanneer en je hoeft je dus niet aan de kantooruren te houden. Je hoeft je administratie niet meer op papier bij te houden, want je vindt alles digitaal terug. Hoe mis je dan geen enkel document? Zorg ervoor dat je een e-mail krijgt als er een nieuwe melding is op een platform. Dat kan je instellen op het platform in kwestie. Je kan ook het platform geregeld checken om geen enkel document te missen. Hou er rekening mee dat op het ene platform bepaalde documenten staan en op een ander platform weer andere documenten. Om nu het overzicht te bewaren, kan je de verschillende platformen met elkaar koppelen. Zorg bijvoorbeeld dat je berichten van alle andere platformen ook binnenkomen op Mijn burgerprofiel en check dit platform regelmatig. Er zijn dus meerdere manieren om te communiceren met de overheid, onder andere via de apps van Mijn burgerprofiel. Mijn burgerprofiel heeft zowel lokale apps als een app voor heel Vlaanderen. Ik leg je uit hoe de app van jouw gemeente werkt. Open de app van jouw gemeente. De naam van de app is steeds de naam van de gemeente en heeft als slagzin het online overheidsloket. Tik rechts onderaan op profiel. Tik rechts boven op aanmelden. Kies de optie waarmee jij je wil aanmelden. De app van jouw gemeente heeft verschillende handige functies. Ik bespreek de belangrijkste hier. Wil je een afspraak maken bij jouw gemeente? Tik dan onderaan op Overzicht. Tik vervolgens op Afspraak maken en volg de stappen om een onderwerp, datum en tijdstip te kiezen. Wil je een melding doen bij jouw gemeente? Tik dan onderaan op Overzicht. Tik vervolgens op Melding doen. Vul het meldingsdossier in. En dien het in. Wil je attesten en vergunningen opvragen? Tik dan onderaan op Overzicht. Tik vervolgens op Attesten en vergunningen. Hier kan je verschillende attesten en vergunningen downloaden, zoals bijvoorbeeld een attest van gezinssamenstelling. Wil je documenten van My E-box raadplegen? Tik dan onderaan op Brievenbus en koppel My E-Box met de app van jouw gemeente. Nadien kan je berichten die verstuurd werden door verschillende overheidsdiensten hier terugvinden. Tik op het bericht dat je wil openen. Klik daarna op de blauwe pdf-link. Hier kan je de brief raadplegen. Wil je dienstverleningen aanvragen, zoals bijvoorbeeld een verbouwpremie of uitpas? Tik dan onderaan op Overzicht. Ik vervolgens op Aanvragen. Je kan hier nieuwe aanvragen starten of je lopende aanvragen opvolgen. Heeft jouw gemeente geen lokale app, dan kan je altijd de algemene Mijn burgerprofiel-app gebruiken. Die werkt op dezelfde manier, maar je kan geen melding doen of een afspraak maken. Heb je nog vragen? Bel dan naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Ziezo, nu kan je altijd en overal communiceren met de overheid. Wil je nog meer weten over communiceren met de overheid of andere online diensten? Surf dan naar digihelper.be of bekijk meer video's op VRT Max.